De Suriname America Alumni Association, SAAA, heeft afgelopen zaterdag een food drive en fundraisingsactiviteit gehouden ten behoeve van Kinderhuis Liliendaal. Max Pobossi, lid van de SAAA, zegt dat de organisatie een groep is bestaande uit Surinaamse vrijwilligers die een educatieve of professionele uitwisseling hebben gehad in Amerika. Leden van SAAA willen onder andere gemeenschapsprojecten uitvoeren om terug te geven aan de Surinaamse gemeenschap waardoor de Amerikaanse overheid in hen is geïnvesteerd. Pobossi zegt verder dat de leden via de media hadden begrepen dat Kinderhuis Liliendaal het moeilijk heeft. Vandaar de keuze voor dit tehuis. Omdat we een aantal weken geleden een post hebben gezien in de krant, artikel over Kinderhuis Liliendaal die bepaalde behoefte heeft aan bepaalde zaken, voor exempel voedingsmiddelen, kan zijn toiletpapier, stroop, noem maar op. En we hebben zoveel mensen mogelijk proberen op te roepen om vandaag naar hier te komen bij de Wanika-kerk, om deel te nemen aan dit programma, om ook spullen te brengen zodat we aan deze kinderen kunnen geven, want deze kinderen van Kinderhuis Liliendaal hebben het nodig. En wat houdt die food drive daar eigenlijk in? Nou, het houdt in, je komt naar binnen. Het maakt niet uit als je een blikje sardine hebt of een liter olie of je hebt een baal toiletpapier of een kilo suiker. Je brengt maar alles en alles gaan we verzamelen en brengen voor Kinderhuis Liliendaal. Max Pobossi, lid van de Suriname America Alumni Association, SAAA. Hij sprak afgelopen zaterdag tijdens de food drive en fundraisingsactiviteit die de groep heeft georganiseerd ten behoeve van Kinderhuis Liliendaal. De samenleving mocht spullen afgeven voor het kinderhuis. De activiteit is gehouden op het terrein van de Wanika-kerk.